in this windy old weather, stormy old weather. Boys, when the wind blows, we'll all go together. Ik ben afgelopen zaterdag ben ik naar Engeland gegaan, naar Durham. Uitnodiging van de Whiskey Priest, een band waar we met Big Meat vaak samen hebben gespeeld. We hadden contact houden, we hebben een stuk of 15 keer of 20 samen gespeeld in Nederland en België. En uitnodiging, er zat een tweeling in, Glenn en Gary Miller. En de band bestaat al niet meer, maar die hadden me wel uitnodigd voor, omdat ze 50 werden. Om langs te komen en ik had verder nog contact met die zanger, was ook nog een idee en dat kunnen we nog verder uitwerken om eventueel samen een cd te maken. Nou, de eerste keer dat we met ze speelden was in het LVC in Leiden en dat was begin jaren 90, ik denk 92 of 93. In Engeland viel het wel met, want ze hadden een cd gebracht, hadden ze problemen met de platenmaatschappij daar. Dus, en toen hebben ze echt heel veel in Europa gespeeld. Vooral in Duitsland waren ze heel groot. En in Duitsland hebben ze echt enorm veel gespeeld, ook enorm veel live concerten, ook heel groot wel. Het is nog wel inderdaad wel live cd gemaakt, dvd's. Oostenrijk speelt in heel Europa, later ging ze pas ook meer in Engeland. Nou, zoals je zelf ook zei, we hebben veel te danken aan de Pogues. Hè? Qua samenstelling is ook wel een beetje Pogues-achtig, maar ja, het is gewoon heel folky. Maar ze zijn wel met dezelfde muziek als mij opgegroeid en dat heb ik meteen ook een band. Gewoon die punk, hè? We vonden allemaal zo muziek praten, s'nachts, Buzzcocks, Clash, al dat soort bands. Dat was, ze hadden vaak in de kroeg commercieel muziek draaien, dan hebben we ons muziekjes draaien. Dat werkte heel goed. Ik heb gewoon een eigen set gespeeld, dat wou ik dus ook. Ik heb gewoon inderdaad eerst ben begonnen met een nummer van hun, als verrassing even voor de verjaardag. En daarnaast heb ik nog een oud nummer van Pick Me gedaan, of twee. En ik heb nog wat een nummer in het Leeuwarden gedaan, een nummer in het Nederlands. En dat vonden ze ook wel heel mooi gewoon. Ik kom als nooit in Engeland. In de jaren 80 ben ik nog een keer naar Londen geweest. En voor de rest ben ik eigenlijk nooit in. Ja, ik ben nog een keer naar Schotland geweest, maar dat kwam in de jaren 80. Voor de rest ben ik eigenlijk nooit in Engeland geweest. Dus, en aan het eind heb ik trouwens nog. Was er nog een groot gezamenlijk nummer. Een nummer waar zij ook vaak. Aan het einde hebben samen dat. Nee, die ene broer, die accordeonist, die had heel lang niet gespeeld. Die had ook vanwege familieomstandigheden een erg zieke vrouw of zo, maar die is. Hij wil heel graag weer wat met die band, maar ik praat met alle leden, ik heb met die bassist heel lang rondhang. Nou, die had er eigenlijk niets voor zin meer om weer busje in, busje uit, heel Europa door een maand lang, concert na concert. En je hoort een prachtigste verhaal over die band, vooral hoe de verhoudingen dan liggen. En die tweeling, dat was echt van een hele opgefokte type, zou ik wel soms zeggen. Echt enorm gedreven, maar ook enorm opgefokt soms. Maar dat was ook heel mooi hoor. Hij zei een verhaal van, was in Oostenrijk en dan gingen we naar het hotel, maar de twins gingen als eerste. En dan kwamen ze in de receptie en het was echt één grote chaos, zei hij. En de man van de receptie was echt, die zat zo boven de receptie uit te kijken. En nou, hij zei er afstand, die bassist is echt groot, dus hij had hier eentje en daar had hij ze zo vast. Hij zei, wat deze, gingen ze naar elkaar spuren. Maar ik had ze wel ook echt van die hele beleefde Engelse mansjes ook. Maar, ja, bijna het Gallagher verhaal hè, van Oasis. Ja, dat is een prachtige verhaal inderdaad. Hij zei, ik was ook één keer toen, zat ik in de bus denk ik. Ik ging naar Engeland. Nou, hij zei, ik heb net niet gedaan. Where have you been all the day, Billy boy? Now you have put away all of your toys. I wish I had known you when you were a boy. Dat is keurig verzorgd, mooie tafels met eten. En het was mooi twee zaaltjes. En het zag er echt heel gezellig uit. Ik ben nog even bij zijn ouders geweest, prachtig. Misschien gisteren wel een paar foto's, misschien heel grappig om te zien. Echt, die kwamen tot mijn heupen, maar zo groot. Zulke grote Engelsen.
En wie droeg je de belangstelling voor? Ja, maar ik zei het was een beetje een mix. Aan de ene kant, het was een verjaardag, dus er kwam ook heel veel familie en kennissen. En er kwam gewoon echt publiek, echt voor de whiskypiece. Die mix was dus heel grappig, inderdaad. Dat is echt, ja. Maar het was redelijk informeel. Maar uiteindelijk heb ik nog wel de uitnodiging om waarschijnlijk in juni op een festival te komen spelen ergens. Dus dat is... Dus waar weet je? Vaak gewoon? Weet, ja. Ik hoop het. Did you lose anything? Now it's all in the past, Billy Boy. When the wind blows, you've got time on your hands. But when the time comes, it blows by so fast. I'll dream of the days that are coming at last. When the wind blows, Billy Boy.